Goedenavond allemaal. Het is net 8 uur geweest. We zien nog wat mensen binnen druppelen. Maar ik stel voor dat we wel vast beginnen. Ik hoop dat iedereen mij goed kan horen. Ik kijk even naar Neline om te checken of dat inderdaad zo is. Yes, er wordt een duimpje omhoog gestoken. Nou, super. Hartstikke mooi dat jullie er allemaal zijn. En welkom bij dit webinar over bedrijfsovername. De eerste in een serie van 3. We gaan een 3-luik uitsturen, zeg maar, live met jullie. En vanavond is de eerste aftrap. En vanavond gaan we het hebben over de zachte kant van de bedrijfsovername. En ja, de zachte kant is eigenlijk wikkelhard. Dus er komt zoveel bij kijken en het is zo belangrijk dat dat goed gaat, dat misschien de benaming zachte kant misschien niet helemaal terecht is. De harde kant wordt vaak benoemd als de fiscale en de financiële kant. Dus daar is vaak wel aandacht voor. Je moet langs de bank vaak om je bedrijfsovername te regelen, maar die zachte kant is minstens zo belangrijk. En dat is ook waarom wij dit webinar organiseren. En we zijn blij te zien dat daar ook zoveel aandacht voor is, gezien de deelname aan dit webinar. Nou, ik ga eerst even mezelf introduceren. Mijn naam is Eke Volkerts. Ik ben bij het NIJK, de portefeuillehouder bedrijfsovername. Bedrijfsovername is een heel belangrijk punt voor de NIJK. Is het altijd al geweest. Het is ook een punt waar we ons ontzettend hard voor maken. En daarom ook vanuit NIJK en onze partners Flint en Rabobank deze 3-luik over de bedrijfsovername. Nou ja, misschien nog een beetje over mezelf. Ik kom uit Friesland, uit het noorden van Friesland. En mijn dagelijkse werk is op Derry Campus. Ik ben portefeuillehouder sinds juni. En daarvoor was ik voorzitter van de provincie Friesland. Namens mij, maar zeker ook namens de rest van het NIJK-bestuur, van harte welkom bij dit webinar. Dan nog even het reglement, wat hoort bij zo'n webinar. Het is ontzettend handig dat iedereen in ieder geval op mute staat, want we zijn met heel veel. En als we dan door elkaar beginnen te orakelen, dan wordt het een kippenhok. Dus op mute is wel heel handig en dat doet volgens mij ook iedereen, want ik hoor geen vreemde geluiden op de achtergrond. Vragen kunnen jullie via de chat indienen en die behandelen we ook tijdens het webinar. Ik hou ze in de gaten en we zullen ze ook doorspelen naar de sprekers tijdens het webinar. Zijn er dan nog vragen die wij nu niet meer kunnen beantwoorden, dan zorgen we dat die antwoorden later alsnog beschikbaar komen. En daarvoor kunnen jullie de Facebook en de website van het NIJK in de gaten houden. Vragen mogen praktische vragen zijn of inhoudelijk over de onderwerpen die voorbij komen. Bij de vraag noemen we alleen even je voornaam. Dus het kan in principe ook vrij anoniem. En je voornaam is dan ook hoe je ingelogd staat nu in deze webinar. Dan gaan we door naar de eerste poll, want we hebben een aantal interactieve polls om ook een beetje gevoel te krijgen voor ons als organisatie wie allemaal live zijn in dit webinar of ja, wie de achtergrond van of wat de achtergrond van ons publiek is. En daarvoor komt nu de eerste poll in jullie scherm en die Paul is een vraag, ja, wie jullie zijn. Ben je een potentiële opvolger? Of ben je een overdrager, familielid van een overdrager of een opvolger? Ben je docent, werkzaam in de secundaire agrarische sector of overig? We hopen natuurlijk dat jullie, gezien de aard van dit webinar, ook allemaal met de hele familie zitten te kijken. Dat is natuurlijk de allermooiste starttal van zo'n webinar. Maar goed, dat zullen we merken uit de poll uitslagen. Nou, ik zie de poll nu ook starten. Ik hoop dat jullie hem ook in het scherm hebben. En daarin kun je dus aanvinken in welke categorie je valt.
En dan kun je onderaan op submit klikken. Nou, daarvoor krijgen jullie een beetje tijd. We hadden misschien ook een muziekje eronder kunnen plakken voor de opvulling, maar goed. Of iemand moet een liedje willen zingen. Ik weet niet wie dat was. Maar vrijwilligers mogen zich melden. Staat niet in de poll. Dan zou je bij overig aan kunnen vinken. Denk ik dat je een zanger bent of zo. Neline, heb jij de uitslag al binnen? Nou, volgens mij kunnen jullie de uitslag ook zien van deze poll. Er zitten heel veel opvolgers in dit webinar. Was ook wel een beetje te verwachten natuurlijk. Hè, want we hebben het ook uitgezet via onze kanalen. En de meeste van onze leden vallen toch in de categorie opvolger. En iets minder in de categorie overdragen. Maar ook familieleden zie ik van overdragers of opvolgers. Hartstikke mooi dat die er ook bij zijn. Ook een aantal docenten. Mooi dat jullie ook wat van ons aan willen nemen. Dus van harte welkom in dit webinar. Nou, dan denk ik dat dit een hele mooie doorsnede is van het publiek van vanavond. Dankjewel voor het invullen daarvan. Dan gaan we verder met onze sprekers, want we hebben voor jullie vanavond een tweetal sprekers. En dat zijn Lianne en Hans. Lianne is van Agrocoaching. Hans Verwij is van Flint. Het eerste deel gaat Lianne verzorgen. Zij gaat een uitleg geven over hoe de bedrijfsovername idealiter zou moeten gaan. Maar geeft ook een paar praktijkcasussen over hoe het toch in de praktijk vaak verloopt. En daar kunnen we dan met z'n allen wat van leren. Dus het is niet om ons over te verkneukelen hoe het bij een ander gaat. Maar het is om er iets van op te steken. Daarna gaat Hans het overnemen. En die gaat verder in op het familieconvenant ontwikkeld door Flint. En dat is een middel om met de sociale en emotionele kant van de bedrijfsname overname om te gaan. Nou, en nadat de sprekers hun verhaal hebben gedaan, is er nog ruim tijd om vragen van jullie te gaan beantwoorden. Nou, dan zou ik graag het woord willen geven aan Lianne. Volgens mij zijn we al zover. Goed. Ik wil jullie vanavond eens meenemen in de aspecten die zich onder de tafel bevinden bij bedrijfsopvolging. Boven tafel bevinden zich namelijk de elementen die zichtbaar zijn. Ook rondom het thema bedrijfsopvolging, die zich laten vertalen bijvoorbeeld in cijfers, of technische gegevens, of dingen die veelal bestempeld worden als de harde kant. Onder tafel spelen de dingen die minder zichtbaar zijn, tot wel onzichtbaar zelfs. En dan moet je denken aan de wensen, de verwachtingen die we hebben van elkaar, de onderlinge verhoudingen, emoties die een rol spelen, kortom, alles wat wel als de zachte kant bestempeld wordt. Ik heb daar een nodige ervaring in. Als zelfstandig werkend agrocoach word ik nogal eens ingeschakeld bij opvolgingsvraagstukken. En schuif ik aan die tafel om als onafhankelijk gespreksleider, zou je kunnen zeggen, dat proces te begeleiden en dingen die onder tafel spelen juist bespreekbaar te maken. Want het is wel van wezenlijk belang dat die zaken bespreekbaar gemaakt worden om de juiste beslissingen boven tafel te kunnen nemen. Zoals Eke al aangaf, heb ik in mijn verhaal eigenlijk een drietal onderdelen. Ik wil jullie meenemen in het ideaal, hè, hoe het zou moeten gaan, volgens het boekje zeg maar. En dan aan de hand van twee praktijkcasussen hoe het dan kan gaan. En het derde stuk wat jij kunt doen. Wat je zelf op kan pakken om in je eigen geval de bedrijfsopvolging zo ideaal mogelijk te laten verlopen. Dat ideaal. Ik wil jullie eerst eens meenemen in de fases die je kunt onderscheiden bij een opvolgingsproces. Dat zijn er een drietal. En hoe deze taartpunten verdeeld zijn, geeft dan wel wat aan
hoe belangrijk die verschillende fases zijn. En je ziet dan dat het grootste gedeelte van de taart ingenomen wordt door de oriëntatiefase. Die is heel belangrijk. Het is niet zo dat je die volledig afgerond moet hebben, wil je overgaan naar de volgende fase, de beslisfase, waarin een aantal dingen besloten worden, hè, rondom samenwerking bijvoorbeeld, de toekomst van het bedrijf. Die zaken gaan al soort van automatisch in elkaar over. En het kan zelfs zo zijn dat het verstandig is om af en toe eens even terug te gaan en de vorige fase er weer bij te pakken. Om toch weer even terug te gaan op oriëntatie op jezelf, in de zin van wat past nou echt bij mij? Of op de samenwerking, hè? Hoe communiceren we met elkaar? En het is ook niet zo dat er één en hetzelfde draaiboek bestaat voor opvolgingsprocessen. Het blijft altijd maatwerk en geen enkele situatie is precies gelijk. Wat betreft het ideaalplaatje. Dit is het zogenaamde driecirkelmodel wat je nogal eens ziet verschijnen als het over bedrijfsopvolging gaat. En daarin is de verwevenheid tussen verschillende domeinen duidelijk aangegeven. Je ziet hier heel erg dat in de agrosector familie en bedrijf heel erg in elkaar overlopen. Nou, dat herkennen we denk ik allemaal. Wonen en werken vindt vaak op hetzelfde erf plaats. En ook het domein van het eigenaarschap is weer verweven met dat domein van familie of met het domein van het bedrijf of met allebei. En als je het nou over opvolging hebt, dan vindt er een verschuiving plaats op dat vlak. En dan verschuift de huidige eigenaar naar een andere positie en komt de nieuwe eigenaar in beeld, hè, en komt die op een andere positie te staan in die zin. Wat betreft dat eigendom kun je daarvan twee aspecten onderscheiden. Juridisch eigendom, dat is wie er als eigenaar op papier staat en wie er ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. En het psychologisch eigendom. Dat is wel een belangrijk element om even aandacht aan te besteden. Psychologisch eigendom laat zich goed vertalen met de emotionele verbondenheid die je kan hebben met een bedrijf of met een plek waar het bedrijf gevestigd is. Of, nou, ik kan daar uit eigen ervaring over meepraten. Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf, dus daar liggen mijn roots. En mijn broer is de bedrijfsopvolger in die situatie. Mijn broer woont inmiddels in mijn ouderlijk huis. En vlak voordat hij begon met die verbouwing van dat huis, gaf hij mij aan van, goh Lianne, ga nog maar eens even een keer op je oude kamer kijken. Want de volgende keer dat je hier bent, is die er niet meer. Niet in de vorm zoals jij hem kent. Nou, dat is een stukje emotionele verbondenheid waar ik op dat moment bewust afscheid van kon nemen. En het is wel goed om dat voor ogen te houden. Dat kan een rol spelen bij allerlei betrokkenen rondom een opvolgingsproces. En zeker ook bij overdragers. Die hebben daar een heel stuk van hun lust en hun leven liggen. Daar is wel de nodige aandacht op zijn plaats. Voor het psychologisch eigendom dus. Wat verder ook wel belangrijk is om voor ogen te houden in dat ideaalplaatje, is dus dat je onder tafel begint. Ik heb hier nog even alle elementen op een rij gezet die rondom bedrijfsopvolging een rol spelen. En je ziet de financiële en juridische en fiscale zaken, die zijn heel duidelijk boven de tafel te vinden. Organisatorische aspecten, die zitten wat op de scheidslijn, zou je kunnen zeggen. Daarvan zijn dingen ook zeker zichtbaar, maar ook dingen ja, die een beetje als vanzelfsprekend aangenomen worden en dus wat onzichtbaar blijven. Maar de sociaal-emotionele aspecten, die bevinden zich echt onder tafel. En eigenlijk is het de bedoeling dat ze boven tafel komen. En hoe kun je dat bereiken? Nou, door tijdig het gesprek aan te gaan in elk geval over de bedrijfsopvolging met alle betrokkenen. Dat wat betreft de ideaal aspecten. Nu wil ik jullie meenemen aan de hand van twee praktijkcasussen waar ik bij betrokken ben geweest, wat je kan tegenkomen in de werkelijkheid, hoe het kan gaan. De eerste situatie betreft een familie met 3 kinderen, waarvan de middelste de beoogd opvolger was. Tot dan toe. Maar gaandeweg beslissingen die ze moesten nemen, of wilden gaan nemen, bleek de jongste toch ook wel interesse te hebben om opvolger te zijn. Hoe kan dat nou? Dat dan wat later pas in beeld komt? Dat heeft te maken met het volgende, en dat herkennen we wellicht allemaal. Dan laat ik jullie even wat zien buiten het scherm om. Schuif ik er even voor. Wat we hier zien is een pot, een glazen pot.
wat symbool staat voor de tijd die we allemaal hebben. Ik kan je voorstellen dat de pot kun je vullen tot hier. Dit is bijvoorbeeld een dag. Een dag bestaat uit 24 uur. Dat is de tijd die we hebben. Meer heeft geen mens en minder eigenlijk ook niet. Die dag is al gauw gevuld met, die worden hier door die kleine steentjes gesymboliseerd, met allerlei taken en dingen die moeten en die enige urgentie vergen. En nou ja, er is altijd wat. Zeker op een agrarisch bedrijf kun je je bij voorstellen dat er altijd iets is wat de tijd en aandacht vergt. Naast die kleine stenen heb ik hier ook grote stenen. En die grote stenen staan symbool voor de dingen die belangrijk zijn. Die belangrijk zijn om aandacht aan te besteden. En ja, die passen daar dan ook nog wel bij. Bij zo'n dag. En ik kan nog wel zo'n grote steen in. Maar ik heb er in totaal 5 liggen hier. Ja, je voelt hem al aankomen. Die steekt al boven het randje uit. En deze vervolgens ook. En deze past eigenlijk helemaal niet meer. Je zou kunnen zeggen dat in zo'n opvolgingsproces het gesprek over de bedrijfsopvolging zo'n grote steen is. Daarmee bereik je zaken. Daar moet je eigenlijk tijd voor maken. Maar het past niet meer. Want we worden in beslag genomen door alles wat moet, nogmaals. Het kan wel. Het kan wel dat al deze stenen in deze pot passen. Als iemand een suggestie heeft over hoe, dan mag je die in de chat zetten. Hoe kan het dat al deze stenen wel in deze pot passen? Iemand een idee? Ik heb zelf de chat even niet in beeld, zie ik nou. Maar in elk geval kan dit door eerst de grote stenen in die pot te plaatsen. En dan vallen al die kleine steentjes daar wel weer tussen. Dan kan het allemaal. Kortom, de boodschap in deze metafoor zit hem erin. Doe eerst je grote stenen in de pot. Met andere woorden, geef eerst aandacht aan de zaken die echt belangrijk zijn. Lianne, je krijgt echt... Gesprek over bedrijfsopvolging. Je krijgt echt super creatieve oplossingen voor je stenen in de pot. Ik wil ze toch even met je delen. In de chat? Ja, in de chat inderdaad. Wil je er eens even een paar uithalen? Ik heb het niet in beeld. Ik wil ze wel eens roepen. Even kijken. Nou ja, het eerste antwoord was inderdaad, denk ik, voor de juiste, hè? Grote stenen eerst. Ja. Tweede oplossing, grotere pot. Ja. Kan ook. Ja, dat ook niet. Beginnen met de grote stenen door een goede planning. Ze leunen op de andere stenen. Schudden, wordt er gezegd. Ook handig. Grote stenen eerst en dan goed schudden. En er is nog iemand die zegt in stukjes breken. Kan ook. Moet je wel heel sterk zijn volgens mij. Op tijd beginnen, stapelen, stampen. Grote stenen in het midden. Ja. En inderdaad de niet belangrijke en niet urgente stenen verwijderen. Dus tijd vrijmaken. Precies. Dat is het ook eigenlijk. Tijd heb je niet, tijd maak je. He? En duid daarmee prioriteit aan. Nou, in dit eerste praktijkvoorbeeld was dat dus aan de orde. He? Er is altijd iets. Je komt niet toe aan het echte gesprek. Over wat je samen wilt. Dus maak daar ook tijd voor. Goed. Het tweede voorbeeld is een situatie van een vader en een zoon. Waarbij de zoon de opvolger is. Beoogde opvolger. En het maken van een toekomstvisie voor het bedrijf wordt maar uitgesteld. Daar komt men niet toe. En dat heeft te maken met het volgende. Laat ik even een nieuwe dia zien. Dan zie je twee begrippen staan. Loslaten en oppakken. En die twee hebben beide, zijn van beide van groot belang bij een bedrijfsopvolging. Het is fijn als de taken en verantwoordelijkheden langzamerhand opgepakt worden door de opvolger in veel gevallen. Maar daarvoor is het wel nodig dat die taken en verantwoordelijkheden losgelaten worden. Maar ja, wie begint er dan? Want loslaten is heel wat makkelijker als je ziet dat het opgepakt wordt. Een soort dansje wat je kunt maken met elkaar. Tussen loslaten en oppakken. En boven die dans kun je het woord vertrouwen plakken. Dat is heel belangrijk om daarmee uit de voeten te kunnen. In dit praktijkvoorbeeld was dat het punt. Het loslaten werd niet makkelijk gedaan. Omdat, hè, volgens de overdrager, ja, het toch niet helemaal goed opgepakt wordt. Ja, dat doet het maar niet, enzovoort.
En aan de andere kant, als ik dan een gesprek met zoon had, dan was het, ja, ik krijg de kans niet om de taken op te pakken. Dus dat was van belang in die situatie dat we dat boven tafel kregen. En dat bespreekbaar hebben gemaakt. En dat was tot dan toe wel een rem dus op het maken van een toekomstvisie. Oké. Wat kun je nou zelf doen? Wat kun je nou oppakken in je eigen situatie? Nou, in elk geval is het wel heel belangrijk om je in te leven. In elkaars situatie. In elkaars achtergrond. In elkaars beleving. Hè? Dus ga eens in elkaars schoenen staan. Dat is hier eigenlijk de boodschap. En dat wil ik jullie ook illustreren aan de hand van het volgende plaatje. Hier hebben we een bedrijfsopvolging. Als thema op tafel liggend. En er zitten 4 personen om tafel die daar hun visie op geven. En het gesprek erover aangaan. Maar je ziet wel, het maakt nogal wat uit wat er in dat thema gezien wordt. De voorste persoon ziet er een letter M in, nou even als symbool. Maar die persoon daar links van ziet er een letter E in. En degene tegenover een letter B of het cijfer 3. Ja, wie heeft er nou gelijk? Allemaal, uiteindelijk. En wat je dan vaak ziet gebeuren in zo'n situatie, is dat mensen lijnrecht tegenover elkaar kunnen blijven staan. Ik schiet zo, nee, het is echt anders. En dat je in je eigen standpunt kan blijven hangen. Dan kom je geen steek verder met tegenover elkaar te blijven staan. Hoe kom je wel verder? Dat is dus naast elkaar gaan staan. Dus in elkaars schoenen staan, in die zin. En ook dat wil ik jullie nog met een andere metafoor illustreren. En dat is een verhaal met een moraal, zeggen we dan. En dat verhaal gaat over een sinaasappel en 2 zussen. Er was maar 1 sinaasappel. En die beide zussen wilden echt graag die sinaasappel hebben. Winkels deegden dat idee, kon ook nergens anders. Dus echt, ja, we hebben maar 1 sinaasappel. Nee, ik heb hem echt nodig. Nee, ik heb hem ook echt nodig. En ze bleven wat dat betreft qua standpunt helder en voetbestuk houden. Dus wat was de oplossing? De oplossing was, ja, als er maar 1 is, dan maar eerlijk delen. Ieder de helft. Eerlijk is eerlijk. Dus die sinaasappel door de helft. Maar wat bleek? De ene zus had hem nodig omdat ze er een glas sap van wilde persen. En de andere zus had de schil nodig om te rappen en te verwerken in een cake. Kortom, als de beide dames voordat die sinaasappel door de helft ging, eerst eens overleg hadden gehad, waarom heb ik de sinaasappel nodig? Of elkaar bevraagd hadden op, wat is het belang voor jou, hè? Waar ligt jouw behoefte, om het zo te vertalen? Dan hadden ze er een win-win situatie van kunnen maken. Hadden ze beide uit de voeten gekund met die hele sinaasappel. Die kun je natuurlijk ook heel goed vertalen naar je eigen situatie. Hier zit een boodschap in de zin van belangrijk om door te vragen op het belang of de behoefte die men heeft achter die boodschap. Oké. Dus dat gaat over inleven en in elkaar schoenen staan. Dan nu nog wat laatste zaken over het gesprek aangaan. Dat is hartstikke belangrijk dus, nogmaals. Dat kan ik vaak genoeg zeggen. En in die communicatie is het ook goed om Nivea voor ogen te houden. Wellicht kennen jullie hem. De meesten zullen het sowieso kennen als dat potje crème. Maar Nivea in deze zin staat ook als afkorting voor niet invullen voor een ander. En dat is iets wat we allemaal heel snel doen. We doen allemaal aannames. Dat ligt ook in onze aard. Maar als die aannames een eigen leven gaan leiden, dan wordt het wel wat ingewikkelder. Dus niet invullen voor een ander, wat dan wel, dus vragen stellen. Daarmee achterhaal je datgene wat er echt speelt bij die ander. Dus vragen stellen. En bij dat vragen stellen is het volgende ook heel belangrijk. Ik heb hier een poppetje in beeld, maar wat je kan zien als een menselijk gezicht. En wat er meteen opvalt aan dat menselijk gezicht, is dat we allemaal 2 oren hebben en 1 mond. Met andere woorden, het is 2 keer zo belangrijk om te luisteren dan om te praten. Maar luisteren, echt goed luisteren, is nog een hele kunst.
echt horen wat een ander zegt. En boven deze dia zie je ook de afkorting LSD staan. Die staat voor luisteren en vervolgens samenvatten. Hè, in eigen woorden proberen te herhalen wat die ander zegt. En vervolgens de D van doorvragen. Vraag eens door op nou ja, wat het belang is voor die ander, of welke behoefte erachter steekt, of nou ja, wat de situatie ook maar is. En bij dat doorvragen is er misschien één vraag, of nou ja, in elk geval bij het vragen stellen is er misschien één vraag, die heb ik op de volgende dia staan, wat wel een hele leuke ingang kan zijn als je de bedrijfsvervolging bespreekbaar wilt maken en je denkt, ja, waar moet ik nou beginnen? Dan is dus vragen naar de historie in jouw familie wel een hele leuke. Door de vraag te stellen, hoe is de overname bij de vorige generatie of generaties terug verlopen, kun je best veel achterhalen voor wat mensen als een soort van draaiboek, hè, binnen jouw eigen familie, in hun hoofd hebben. Of wellicht ook binnen een andere familie, als je een opvolger bent van buitenaf. Het is zo dat er over het algemeen niet heel veel ervaring is met bedrijfsovername of bedrijfsopvolging in de carrière van een boer. Dat zijn eigenlijk maar twee momenten. De eerste als je het bedrijf zelf overneemt en de tweede als je het zelf overdraagt. Ja, hoeveel ervaring kun je ermee hebben? Dus wat je ziet is dat de geschiedenis zich herhaalt wat dat betreft. Dat het draaiboek, het spreekwoordelijke draaiboek wat gehanteerd is bij de vorige overname, automatisch overgenomen wordt. Of dat het 180 graden anders gewenst is, omdat het een rotervaring was. Dus deze vraag geeft best wel veel inzicht over wat er als verwachtingen kan spelen. Wat de automatische aannames zijn die een rol spelen bij een opvolgingsvraagstuk. Oké. Ik wil jullie dit verhaal beëindigen met deze laatste dia. En jullie allemaal op het hart drukken om tijd te maken, om dit soort zaken bespreekbaar te maken. En plan daarvoor ook tijd. Maak een afspraak met elkaar. Hè? Trek de agenda's en plan een moment om eens om tafel te gaan om de verwachtingen te bespreken. Het liefst zonder financieel plan daar verder bij. Om echt eerst eens onder tafel te beginnen en de verwachtingen af te stemmen enzovoort. En dan pas boven tafel die beslissingen te nemen. Zo belangrijk. Nou, en wat is er dan fijner dan een goede leidraad te hebben? Een soort van agenda kan je zeggen. Of in elk geval onderwerpen en thema's die belangrijk zijn om te bespreken bij de hand te hebben. En meteen ook een methode om de onderlinge afspraken die je maakt vast te leggen. Nou, dat komt allemaal terug in het zogenaamde familieconvenant, waarin Hans Verwij jullie mee wil nemen van Flint. Ik denk dat Hans zichzelf verder wel introduceert. Dan stop ik nu mijn scherm delen, zodat ik ruimte maak voor Hans Verwij en zijn verhaal. Dank jullie wel in elk geval. Hey Lianne, er kwam nog een interessante vraag voor jou voorbij van Lilian. Die vraagt, betrek jij de partner van de opvolger ook actief bij de gesprekken die je voert? Ja, dat stem ik wel eerst af, hè, of dat ook gewenst is. Vaak is het wel een voorstel van de opvolger zelf of van de familie daaromheen. Maar die betrek ik daar zeker bij. En uiteindelijk is het de bedoeling dat die ook als direct betrokkenen daarbij aan tafel zitten. Er wordt ook wel eens gevraagd, dan moeten we dat meteen doen? Hè? Dan valt er zo'n term bijvoorbeeld als de koude kant. Dat is altijd wel een vervelende term, maar moeten we die erbij betrekken? Nou, dan geef ik nogal als advies, je zou kunnen beginnen met eerst eens het kerngezin om tafel, zeg maar. De eigen kinderen en de opvolger daarbij natuurlijk. En dan de stap te maken naar alle aangetrouwden of partners van alle kinderen. Zodat je dat in een soort tweetrapsraket doet. Maar het is volledig afhankelijk van wat de wensen zijn. En in die zin is elke situatie maatwerk. Oké, dankjewel. Kan volgens mij nu inderdaad Hans beginnen met het delen van zijn scherm en zijn presentatie dus. Nou, dankjewel.
In dit tweede deel van het webinar wil ik het met jullie hebben over de zachte kant van de bedrijfsovername en wat het familieconvenant hierin kan betekenen. Mijn naam is Hans Verweij. Ik werk als specialist overname en samenwerking bij Flint. Daarvoor heb ik bij LTO jaren gewerkt. Ook veel in de begeleiding van bedrijfsovernames. En ik wil jullie meenemen in het convenant wat we bij Flint hebben ontwikkeld. Een app die we hebben ontwikkeld speciaal voor het opstellen van een familieconvenant. De harde kant en de zachte kant. Mijn ervaring bij Flint en ook daarvoor in mijn werk is dat de meeste problemen bij een bedrijfsovername zijn terug te voeren op de zachte kant. De harde kant, die is uiteraard ook heel belangrijk. Dat moet ook goed geregeld worden. Maar de zachte kant is nog wel eens een ondergeschoven kindje. Lianne heeft dat ook met een mooi voorbeeld aangegeven. De dingen die onder tafel blijven of de dingen die onder tafel gebeuren, die niet direct zichtbaar of hoorbaar zijn. En je ziet ook wanneer er een bepaald patroon in de communicatie is ontstaan, dat het ook lastig is om daar uit te komen zelf. Je hebt dan vaak iemand van buitenaf nodig die laat zien wat er precies misgaat in de communicatie. En die ook laat zien hoe het anders en beter kan. Om die reden heb ik dus de foto met het gezin in gesprek om de keukentafel ook groot neergezet. Hè, want daar gaat het nu ook om. Maar dat is ook belangrijk dat dat veel aandacht krijgt. Wat is hard en wat is zacht? Eke heeft het in de inleiding ook al aangegeven. Hard is de fiscaliteit, kun je zeggen. De financiering van de overname, de financiële kant, de juridische kant, de contracten die goed moeten zijn, de maatschapsakte, akte van levering, het bedrijf zelf, de bedrijfsvoering, alles wat daarin speelt. En de zachte kant, dat zijn de mensen zoals we net zagen, de communicatie die tussen die mensen plaatsvindt of misschien niet plaatsvindt, de emoties die er zijn. Wanneer de onderlinge verhoudingen goed zijn en de communicatie goed loopt en het proces van overname naar ieders zin gaat, dan geeft die samenwerking, die geeft ook energie. Maar is het omgekeerde het geval, dat de samenwerking je energie gaat kosten, soms een heleboel energie, dat het zelfs frustratie oplevert of teleurstelling, er ontstaat misschien wantrouwen, dan wordt datgene wat we eerst zacht noemden, dat wordt dan bikkelhard. Deze sheet, dat zou zomaar de uitslag van een enquête kunnen zijn over de dagelijkse bedrijfsvoering. Heb je het makkelijkste overleg over investeringen? Misschien ook wel, of niet. Ik hoor opvolgers ook nog wel eens zeggen dat ze het lastig vinden om de overname bespreekbaar te maken. Mijn vader schuift het maar steeds voor zich uit, hoor ik ze dan zeggen. Dat zijn zeg maar die grote steden die Lianne liet zien, die er niet meer inpassen. Er is geen tijd voor. Het is te druk, het wordt vooruitgeschoven. Er is altijd wel een excuus te vinden. En dat laatste, om nu met elkaar te delen wat jouw ambitie is en die van de ander, wat ieders drijfveren zijn of intenties met betrekking tot de overname, waar krijg je nu energie van? Dat is denk ik het lastigste te bespreken met elkaar. Dus samenvattend zou je kunnen zeggen dat opvolging best een grote uitdaging is
in het familiebedrijf. Het komt de continuïteit van het bedrijf ten goede als dat proces goed verloopt. Open verhoudingen, goede communicatie, dat is heel belangrijk. Bij een familieconvenant gaat het niet in de eerste plaats om een juridisch document met afspraken waaraan je elkaar kunt houden. Want dat kun je in een maatschapsakte wel met elkaar regelen. Het gaat vooral om het proces dat je met elkaar in gesprek bent. En dat er ook actief naar elkaar geluisterd wordt. Dat er goede vragen gesteld worden. Dus een proces om met familie, als familie, met elkaar in gesprek te zijn. Daar kunnen ook andere kinderen bij betrokken worden. Het doel van dat gesprek is om de toekomst van het bedrijf goed in kaart te krijgen. En ook wat ieders rol daarin is. Dit gesprek zou je dus al kunnen voeren als je een samenwerking met elkaar aangaat. Maar ook na 5 jaar. Of tegen de tijd dat de overname concreet geregeld moet worden. Soms gebeurt het pas als er al een concreet overnameplan is uitgewerkt. Het kan dus in elke fase van de bedrijfsovername, al zal het wel van invloed zijn op de onderwerpen die dan besproken worden. In principe kan dat familiegesprek natuurlijk onderling worden gevoerd. Ik merk wel dat veel families het prettig vinden als iemand van buitenaf erbij is om uitleg te geven aan de andere kinderen, om het gesprek te leiden, om inbreng te geven bij de te bespreken onderwerpen. En soms is ook meer dan 1 gesprek nodig. Het kan soms ook in 1 gesprek, dat hangt van de situatie af. En ik vind het ook wel handig om aan het eind vast te leggen wat besproken is en welke acties eruit voortkomen. Bijvoorbeeld aanpassing van de maatschapsakte op bepaald punt, of aanpassing van het testament van de ouders, of het maken van een berekening van een haalbare overnameprijs. Wat levert zo'n familieconvenant je dan op? Het gaat vooral om duidelijkheid over zaken die binnen een samenwerking kunnen spelen. Of afspraken met elkaar over hoe je met conflicten in de toekomst wilt omgaan. Of over het tijdspad richting overname. Belangrijk is dat de gesprekken zodanig worden gevoerd dat iedereen achter de vastgestelde doelen kan staan, het er ook mee eens is, en dat bevordert ook weer de onderlinge verhouding. De inhoud van een familieconvenant. Het gesprek over een familieconvenant bereiden we voor door aan de betrokken familieleden een app ter beschikking te stellen die ze op hun telefoon, computer of tablet kunnen installeren. Die app hebben we in de achterliggende tijd ontwikkeld. En met deze app krijgt het betreffende gezin toegang tot 5 modules die hier staan weergegeven. Elke module bevat stellingen over een bepaald onderwerp. In totaal zitten er zo'n 120 stellingen in deze app. Met de app kun je ook aangeven of je het eens of oneens bent met een stelling. Je kunt er eventueel commentaar nog bij aan toevoegen. Bij het gebruik van de app kan ervoor worden gekozen om bepaalde modules niet te gebruiken, niet in te vullen. Dat hangt van de situatie af. Bij beloning bijvoorbeeld gaat het uiteraard over de beloning. Maar ook of deze, hoe deze ingevuld moet worden, marktconform of vooral fiscaal gedreven. Maar het gaat ook om of je voorwaarden mag stellen aan de opvolger en zo ja welke. Eventueel ook aan andere gezinsleden die in het bedrijf meewerken.
En ook of zij eventueel in aanmerking komen voor opvolging. Bij toekomstvisie gaat het over investeren, wel of niet uitbreiden, samenwerken met andere bedrijven, focus op cashen of op continuïteit. Nou, bij de derde module, eigendom en financiering, gaat het erom wanneer de opvolger eigenaar of mede-eigenaar wordt. Al aan het begin van de samenwerking of pas aan het eind. Hoeveel financiële buffer wil je aanhouden? Of wordt alles gelijk aan investeringen uitgegeven? Bij opvolging gaat het erom of je doorleert of zo snel mogelijk in het bedrijf komt. Het gaat over betrokkenheid bij de besluitvorming, de overdracht van zeggenschap en leiding. Het gaat ook over de financiële afhankelijkheid van de bedrijfswinsten van de overdrager nadat hij het bedrijf heeft overgedragen. En bij de laatste module, overleg en zeggenschap, gaat het erom hoe overleg binnen het bedrijf plaatsvindt en hoe eventueel toekomstige conflicten worden opgelost over de betrokkenheid van andere gezinsleden. Hoe kom je tot een familieconvenant? Een familieconvenant begint met een stukje uitleg van wat het inhoudt. En samen stellen we vast welke onderwerpen wel of niet relevant zijn. Hè? Dus welke modules van de app wel of niet gebruikt worden. Daarna wordt die app beschikbaar gesteld en kan ieder gezinslid in eigen tijd en eigen tempo de stellingen over de afgesproken onderwerpen beantwoorden. In een volgende familiebijeenkomst worden die resultaten van de antwoorden gepresenteerd en worden ook de overeenkomsten en verschillen tussen alle betrokken personen met elkaar besproken. De uitkomst van die discussie die wordt dan vastgelegd in een familieconvenant. Het kan natuurlijk ook zijn dat er één specifiek probleem is en dan is uiteraard maatwerk mogelijk. Als het vooral gaat om problemen in de samenwerking. Pa is dominant, die blijft alles zelf doen, alles zelf beslissen. Het gaat om het issue van het wonen. Wie komt er bij de boerderij wonen? Blijven de ouders op de boerderij wonen? Is dat het probleem? Of onduidelijkheid over de overdracht? Of oneenigheid over de overnameprijs? Of over investeren. Als de focus echt bij één issue ligt, dan gaat daar uiteraard eerst de aandacht naartoe. Want anders kom je als familie ook niet aan de andere onderwerpen toe. Voor wie hiermee verder wil. Wij hebben dus ook een quickscan beschikbaar. En die quickscan die kun je invullen, dat is gratis. En die geeft dan aan wat voor jouw situatie het familieconvenant te bieden heeft. Hier staat ook een link. Daar kun je nu zo niet op klikken, maar die komt in de chat te staan. En er is ook een artikel als je wat verder wil lezen over het familieconvenant. Ook die link komt in de chat te staan. Daar kun je mee verder. En belangrijk is, dat is mijn slotboodschap. Bedrijfsovername, dat kun je niet in je eentje doen. Je hebt elkaar nodig. Zoek vooral elkaar op. En
ja, proberen tot een echt gesprek te komen. En lukt dat niet onderling, dan is er altijd hulp nodig om je daarin te begeleiden. Dus kortom, samen kom je verder. Nou, tot zover mijn presentatie. Bedankt voor jullie aandacht. En dan geef ik het woord weer terug aan Eke. Ja, Hans, dank je wel voor jouw bijdrage. We hebben ook voor jou een paar vragen binnengekregen in de chat. Er is een vraag binnengekomen van Angelie. En ik denk wel dat dat een vraag is die misschien nog het meest thuis hoort in een van de andere twee webinars. Maar ik stel hem je wel even. Wat is juridisch en financieel het aantrekkelijkst? In één keer overnemen of eerst in maatschap gaan en langzaam het bedrijf weer rollen? Ja, dat hangt een beetje af hoe je het bekijkt en hoe de situatie is. Vanuit fiscaal oogpunt kun je zeggen, het is aantrekkelijker om eerst te gaan samenwerken. En dat heeft ermee te maken dat in fiscale zin kun je een bedrijf geruisloos doorschuiven als je 3 jaar met elkaar samengewerkt hebt of 3 jaar loondienstverband, dat kan ook. En dus dat is de fiscaliteit dan. Maar ik heb het ook meegemaakt dat de verhouding tussen ouders en opvolger zodanig was dat van beide kanten werd gezegd van, het is niet verstandig als wij gaan samenwerken. Die zoon opvolger was wel 3 jaar in loondienst. Dus er kon op zich wel geruisloos worden doorgeschoven. Zij hebben er toen om die reden, dus dat heeft ook met die zachte kant te maken die in die situatie niet echt zacht meer was, zeg maar. Ervoor gekozen om in één keer over te dragen. Dus dat kan wel, maar dat, ja. De vraag is natuurlijk ook, wat heb je als opvolger aan vermogen opgebouwd? Dus ook die financieringskans. Het moet financieel wel mogelijk zijn. Okay. Dat is het voordeel van een maatschap, dat je tijd hebt om vermogen op te bouwen. En misschien ook een bedrijf samen met je ouders overname klaar te maken. Bepaalde investeringen te doen tijdens die samenwerking. Wat continuïteit weer ten goede komt. Helder. Han die heeft daar aanvullend de vraag op. En wat is dan onder de tafel het meest succesvol gebleken qua emoties? Lijkt me een beetje een lastigere vraag. Ja, wel een goede vraag. Heel goed. Ja, vind ik echt een hele goede vraag. Dat is mijn ervaring. Het meest succesvol is als mensen in gaan zien dat het belangrijk is om echt naar elkaar te luisteren. Om geïnteresseerd te zijn van wat beweegt die ander dan precies. En dat kan met tal van dingen te maken hebben. Maar interesse in de ander, dat betekent ook van ik word gehoord, ik word gezien, ik tel mee. En dat kan vanuit de opvolger richting ouders, maar natuurlijk ook andersom, van ouders naar opvolger of naar andere kinderen. Ook zij hebben een bepaalde rol in dit proces. Maar echt geïnteresseerd naar elkaar luisteren. Dus de LSD'en, wat Lianne ook noemde, luisteren, samenvatten, doorvragen. Ja, dat is gewoon belangrijk. En vertrouwen hebben in elkaar. Dat heb je niet vanzelf. Je bent wel familie. Maar ik zie ook wel situaties als die communicatie helemaal wegvalt, dat ook het vertrouwen weggaat. En dat heb je echt nodig om tot een geslaagde overname te komen. En dat zijn dingen die onder tafel spelen. Nou, ik zie Lianne knikken. Dus volgens mij zit je op het goede spoor, Hans. Ja. Er is ook nog een vraag binnengekomen over de app. De eerste vraag is, deze app voor iedereen toegankelijk? Nou, de app Familieconferant die gebruiken wij in de begeleiding van dit proces. Dus die is niet open toegankelijk voor iedereen. En waarom niet? Kijk, wij zeggen van, het gaat niet zozeer om de vragen, als een technisch proces van je doorloopt de app, je beantwoordt de vragen
En er komt een geslaagde overname uitrollen, als het ware. Zo werkt het niet. De meerwaarde zit, denk ik, in het gesprek met elkaar. Een goed gesprek waarbij de echte dingen die er echt toe doen, op tafel komen. En wat ik al in mijn presentatie aangaf, soms lukt dat om dat onderling te regelen en dat soort gesprekken te hebben. Dat gebeurt gelukkig ook. Maar dat lukt niet altijd. Zeker als er een bepaald patroon is ingesleten, is het lastig voor een familie om daar weer uit te komen. En dan heb je, denk ik, ook iemand even van buitenaf nodig om je weer op het goede spoor te zetten. En ja, daarom heeft het in onze ogen niet zoveel zin om die app zo voor iedereen beschikbaar te stellen. Dus gebruik hem alleen bij die zaken die wij ook begeleiden. De quick scan, die is wel voor iedereen toegankelijk. Dus die link die kun je gebruiken om de quick scan in te vullen. Okay, er komt ook een vervolgvraag op: wat zijn de kosten van de app? Maar dat zal dan ook bij het hele pakket inzetten, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, en dat kan beperkt zijn tot één gesprek, maar dat kunnen ook weer meerdere gesprekken zijn. Hè? Dus dat hangt ook af van hoe uitgebreid spelen zaken. Wat is de behoefte? Het gebeurt in ieder geval in overleg en ook vooraf. Hè? Dus het is niet zo dat dat mensen ongevraagd zomaar een nota krijgen. Dat wordt eerst gewoon netjes besproken. Er wordt een plan van aanpak besproken. En ook daarbij de kosten die dat met zich meebrengt. Jeroen heeft ook nog een vraag. Ik heb wel eens gehoord van een adviseur dat eerst de vader en de zoon een plan maken en dan pas de rest van de familie erbij betrekken. Dat advies is. En hoe staan jullie daarin? En dat is een vraag aan jullie beiden dan. Ja, nou dat hangt er even vanaf. Kijk, als het al zover is dat je kort voor de overname zit, dan denk ik dat dat best een praktische benadering is. Er zit al 10 jaar maatschap op en ouders en opvolger die willen met elkaar die overname binnen 1 of 2 jaar regelen. Dan denk ik dat het handig is om dat al als plan concreet uit te werken en dat vervolgens ook met de andere kinderen te bespreken. Maar zit je in een andere fase, aan het begin van een samenwerking of halverwege, dan is die overname ook nog niet heel concreet aan de orde. Dan hoeft er nog geen concreet plan te liggen. Maar het is denk ik voor andere kinderen wel handig als ze ook iets aangereikt krijgen. Tenzij de situatie zo is dat het nog helemaal ontwikkeld moet worden en de betrokkenheid van de andere kinderen zo groot is dat ze ook daarin een rol spelen. Dan is er nog een vraag. U wilde Lianne daar iets aan toevoegen. Lianne. Ik zie dat ze haarzelf unmute. Dus inderdaad, Lianne, sorry, wil je nog wat toevoegen? Jawel. Zo voelde het inderdaad, dat je aangaf voor ons beiden inderdaad om te reageren. Ik denk dat het wel belangrijk is om elkaar zoveel mogelijk mee te nemen in het denkproces. En dus ook in de formatie zeg maar, van een plan. Niet ineens pat-boem komen met het uiteindelijke besluit, hè, wat dan bijvoorbeeld tussen vader en zoon helemaal gesmeed is. En dan als een soort van mededeling van nou, zo gaan we doen. Het is wel goed om elkaar mee te nemen in dat hele proces en ook een soort van tussenstappen met elkaar te bespreken. Dan heb je mogelijkheid om daarop te reageren en om te kunnen sturen met z'n allen. Dan hoeft dat niet op elk punt en komma. Want die vraag krijg ik ook nog alles vol. Hè? Moet het nou over elk detail? Nee, helemaal niet. Het is inderdaad wel goed dat details gewoon tussen een overdrager en een opvolger besproken worden. Maar de grote lijnen is wel goed om dat denkproces om als elkaar mee te nemen. Dat is een beetje vergelijkbaar. Dat vraag ik mensen wel eens om te doen. Je mag wat mij betreft ook even meedoen hoor, als je dat leuk vindt. Ik heb zelf geen horloge om, maar degene die een horloge dragen, probeer die eens
als dit de pols is waar je normaal gesproken aan draagt, om die eens even aan de andere pols te doen. Ik heb nou helaas niet zoveel mensen in het beeld. En het is wel grappig om even te zien hoe dat dan gaat. Want dat kan een heel gehannes zijn. Ik scroll even door de gallery. Misschien zie ik nog wat. Nou, in elk geval kun je je voorstellen dat dat een heel gedoe is. Hè? Even dat horloge en dan moet je ineens een andere oriëntatie. En dan, nou, dan heb je ineens dat horloge aan de andere pols. En degene die dat nu doen en uitproberen, hoe voelt dat? Ongemakkelijk, denk ik. Hè? Je voelt hem zitten, zeg maar. Je hebt dan vaak de neiging om weer terug te gaan naar die oude vertrouwde kant. Hè? Met andere woorden, je comfortzone. Die kun je dus ook wel heel goed zien als metafoor voor veranderingsprocessen, waar een bedrijfsopvolging ook over gaat. Eigenlijk verwachten we van elkaar dat die ander in één stap meegaat in die totaal verandering. Dat die zomaar gewend is van de een op de andere minuut om dat horloge aan de andere kant te dragen. En dat werkt niet zo. Het voelt ongemakkelijk, onwennig. Je hebt de neiging om terug te gaan naar die oude vertrouwde kant. En je kunt dat wel wennen, maar het heeft tijd nodig. We gaan een paar weken overheen dat je dat gewend bent. Hè? Dus op die manier kun je het wel vergelijken met zo'n elkaar meenemen in het denkproces gebeuren. Als je die tussenstappen met elkaar doorloopt, dan kun je daar rustig aan wennen. En ja, ik hecht daar wel belang aan, want het zou mijn advies zijn om juist mensen erbij te betrekken. En niet eerst een volledig plan tussen vader en zoon uit te werken. Oké. Okay. Goede aanvulling, Lianne. Sorry dat ik dat even vergat. Er komt ook nog een vraag binnen van Bakker. Hoe zit het met de financiering van de overname? Ik heb me laten vertellen dat die overnamesom over 25 jaar moet worden afgelost bij de bank. Zou dit ook over 30 of meer jaar mogelijk kunnen zijn? Dat is wel een beetje een vraag aan Hans. Ja. Maar er zit volgens mij ook meer in de andere modules. Webinars. Ja. Ja, ik denk dat dat in de volgende ook wel weer aan de orde kan, zal komen. Mijn ervaring is wel dat banken nog steeds sterker naar die aflostermijnen kijken. Om als voorbeeld te noemen, aflossingsvrije lening voor financiering van grond. Nou, dat was in het verleden best wel gebruikelijk, hè, tegenwoordig helemaal niet meer, op een enkele uitzondering na. En dat geldt ook voor de overname, geen lange termijnen. Banken willen dat niet. Die willen gewoon overzichtelijke termijnen, 25 jaar, soms al korter. Dus 30 jaar of langer, dat is lastig overeen te komen met banken. Oké. Luc stelt ook nog een mooie vraag. Wat zijn jullie ervaringen met bedrijfsopvolgers buiten de familie? Merken jullie dat er grote verschillen zijn met de opvolgers binnen de familie? Zijn die trajecten heel anders? Ja, ik heb er wel ervaring mee. Ik heb af en toe te maken met een buitenfamiliaire overdracht. Er zitten natuurlijk wel veel parallellen in. Het samenwerken. Ook zeker die menselijke factor, respect voor elkaar hebben, voor elkaars belangen ook. Dus dat zijn ook overeenkomsten, de communicatie. Een belangrijk punt is natuurlijk de gunning van de overdrager naar de overnemer, zeker een grondgebonden bedrijf. Dat is alleen over te nemen als dat ver onder de marktwaarde overgenomen kan worden. En een potentiële overdrager gunt hij dat aan een niet-familielid. Om het voor een lage prijs, nog minder dan de helft over het algemeen, het bedrijf over te nemen. Nou, dat is natuurlijk wel een cruciale factor. Ik heb wel voorbeelden waarin dat ook echt zo is. Hè? De overdrager en overnemer zijn geen familie. En toch gunt de overdrager dat aan de overnemer. Ik vind het altijd heel bijzonder. Maar het gebeurt wel. Ja, dus dat, en als, daar waar dat niet zo is, kun je natuurlijk naar andere vormen
kijken, zoals erfpachtfinanciering bijvoorbeeld. Hè, dan kom je op dat terrein terecht. Dus er zijn ook wel meerdere mogelijkheden. Maar ja. Lianne, heb jij daar ook ervaringen mee buiten familiaire bedrijfsovernames? Ja, ik heb wel enkele gevallen ook die ik wat er sprake van is. En nou, ik ben ook betrokken bij het traject dat jullie hebben, Boer zoekt Boer. Ja, om dat juist wat meer met elkaar te koppelen. En aanvullend op wat Hans zegt, ik denk inderdaad ook wel behoorlijk vergelijkbaar is. Het gaat uiteindelijk over mensen en over al die aspecten die dan ook onder tafel spelen. Ja, dat is nou helemaal mijn expertise. Hè. Die zijn best vergelijkbaar. Maar een element om ook rekening mee te houden is de familiecultuur. Elke familie heeft zijn eigen gebruiken en zijn gewoontes en zijn normen en zijn waarden, of nou ja, hoe je het maar noemt. Als het buiten de familie een opvolging betreft, dan heb je dat drie cirkelmodel wat ik jullie liet zien. Een andere cirkel van een familie daarbij, zeg maar. Waar ook een soort van verwevenheid komt. Het is belangrijk ook om dat af te stemmen. Wat verwachten we van elkaar? Wat vinden we iets wat normaal is? Wat we zomaar aannemen ook, zo'n Nivea-verhaal. Dat is een extra element om dat nog weer bespreekbaar te maken. Oké. Dan is er nog een vraag van Kees. Wat zien jullie als de rol van de niet-overnemers in de overname? Overname kan alleen als er genoeg draagvlak is in de hele familie. Zullen we eerst weer Hans en dan Lianne doen? Die rol is natuurlijk wel belangrijk. In de eerste plaats, we hebben het over families en familiebedrijven. Ik merk ook dat ouders het belangrijk vinden dat de overname zodanig geregeld kan worden dat de verhoudingen binnen het gezin goed blijven. He, dus dat er geen oorlog uitbreekt, om het zo maar te zeggen. Of dat oma de kleinkinderen niet meer gaat zien. Dat soort taferelen, dat is altijd schrijnend, vind ik zelf, als het daarop uitdraait. Dan dat je zegt, moet het nou op die manier? En dus goed overleg en een stukje vrede bewaren in het gezin. Daar heeft iedereen baat bij. Dat is ook een investering in de toekomst, zeg ik dan. Puur juridisch gezien kun je zeggen van ja, ouders mogen zelf beslissen wat ze met hun vermogen doen. Als het hun wens is dat het bedrijf voortgezet wordt en het is nodig voor die voortzetting om het tegen een laag bedrag over te dragen, dan is dat niet verboden. Juridisch wordt het ook ondersteund, ook door de jurisprudentie, rechtspraak. Dus dat hebben ouders en opvolger dan aan hun kant. Maar kijk, die menselijke kant, die zachte kant, die speelt natuurlijk ook. Hè? Dus ook al heb je juridisch het gelijk aan je kant, je wil ook vrede bewaren in het gezin. Dus dat de andere kinderen het ermee eens zijn, dat is gewoon best belangrijk. En dan onderstreep ik ook wat Lianne zegt, van neem ze mee in de planvorming. En wat ik ook belangrijk vind, is ouders hebben ook de verantwoordelijkheid om uit te leggen aan al hun kinderen wat hun wens is, hè, wat zij graag willen. Dus het is niet de opvolger die de ouders vermogen afhandig maakt of iets dergelijks, hè, dat soort denkbeelden. Hè, maar het moet ook van de ouders uitgaan dat zij graag willen dat hun bedrijf voortgezet wordt en binnen de familie blijft. Lianne, heb jij daar nog een aanvulling op? Die bedrijfscontinuïteit is vaak ook nog wel een ongehoorde, je hoort hem niet zo vaak, maar wens juist van die andere kinderen. Dat ze daar wel waarde aan hechten. Dat het bedrijf doorgaat. Dat stukje psychologisch eigendom speelt dan toch ook een rol, hè? Die verbondenheid die je kan voelen. Dus dat kan zeker bijdragen aan dat draagvlak. Als je dit soort dingen heel strikt bekijkt, zou je kunnen zeggen, ja, het is eigenlijk alleen aan de overdragers om te bepalen hoe ze dingen verdelen. Als andere kinderen heb je er eigenlijk niks over te zeggen. Ook niet als opvolger.
Dat zijn de striktere scheidslijnen, maar ja, ik zit ook wel erg in de lijn die Hans beschrijft. Het is juist in het kader van de harmonie en het nog gezellig kerst kunnen vieren met elkaar en gewoon die banden goed houden, zo belangrijk om dat wel goed af te stellen en om elkaar nogmaals mee te nemen in het proces. Zodat je wel die erkenning ook krijgt, hè, voor ieders visie daarop. Ja, want er is ook een andere vraag en die is denk ik al een beetje beantwoord met jullie antwoorden. Is het verstandig om broers en zussen die niet overnemen wel vanuit het bedrijf financieel te helpen met bijvoorbeeld het kopen van een huis? Is het natuurlijk heel concreet, maar jullie gaven net ook al aan van het is officieel is het aan de ouders om te bepalen wat ze wel en niet met hun vermogen doen. Maar voor die kerst en de wens die ligt er en het zou kunnen, schiet ik hem maar even in. Dan. Nee, inderdaad. Nou ja, kijk, als ouders heb je het beste voor met al je kinderen. Laten we dat als uitgangspunt nemen. Dat is ook algemeen geaccepteerd. Dus het is ook, denk ik, heel redelijk dat ouders de opvolger willen steunen. Dat hij of zij het bedrijf kan overnemen en voortzetten. Maar het is natuurlijk ook aan de andere kant heel redelijk als een ander kind een probleem heeft met de financiering van een huis of iets dergelijks. Ja, dan kijk je als ouder ook van welke mogelijkheden heb je om dat andere kind daarbij te helpen. Ik vind dat ook wel een redelijke vraag die dan op tafel komt. Nog even terugkomen op die vorige vraag, Eke. Wil ik nog even aangeven dat we niet moeten doen alsof andere kinderen altijd tegen een overname zijn. Hè? Ik heb recent nog weer een heel mooi voorbeeld, een familiebespreking gehad met andere kinderen erbij. En die hebben de overname gewoon ook van hun kant gewoon heel erg ondersteund. En die leven als het ware ook mee met hun broer die het bedrijf gaat overnemen. Hè, dat ze zeggen, nou ja, we vinden het ook heel knap van je, een hele uitdaging dat je dat doet. En we vinden het ook fijn dat het bedrijf in de familie blijft. En ja, om het ook een beetje met de woorden van Lianne te zeggen, hè, dat zij nog thuis kunnen komen en hun kamer als het ware kunnen zien. Van daar heb ik geslapen en dit is mijn ouderlijk huis. Hè? Dus ook en eentje zei ook van als ik kinderen krijg, ja, dan wil ik ze ook bij het agrarische leven graag betrekken. Dan kan ik ook met ze op de boerderij komen. Hè? Dus dat zijn ook de positieve voorbeelden. En met zo'n familiebespreking geef je de andere kinderen ook de kans om dat uit te spreken, om dat te zeggen. Het is ook belangrijk. Dus het is ook goed om het van de positieve kant te benaderen. Hè, van, dat is ook de meerwaarde van zo'n familiebespreking. Oké. Ja, fijn dat die eruit haalt, Hans. Vergeten we wel eens, hè? Dat is net als met het nieuws. Ellendige gevallen, dat onthouden we. Ja, precies. Ja. Maar nog even terugkomend ook op deze vraag van, hè, het gaat eigenlijk over de financiële verdeling, ook naar andere kinderen toe, zelfs hè, om juist financieel vanuit het bedrijf te steunen. Dat zijn zeker hele mooie opties als er mogelijkheden toe zijn. En inderdaad volledig aan overdragers, vaak ouders, om dat te bepalen. Maar wat ik daarbij ook nog wel wil zeggen, is dat het niet eens zozeer om die financiële verdeling gaat vaak. Het gaat toch niet helemaal gelijk. Dan hebben mensen wel, hè, dan is het onmogelijk, een opvolging in de agrarische sector. Maar het gaat eigenlijk om de erkenning die daarachter ligt. Als kind wil je wel erkend worden. Dat je, hè, om het zomaar te vertellen, net zoveel waard bent als die broer of zus die opvolgt. En dan waard in de zin van dat je gezien wordt, dat er gewaardeerd wordt. Dat is ook een vorm van waarde, gewaardeerd worden in wat jij dan doet. Toon bijvoorbeeld ook interesse in elkaars werk of studie of andere nevenactiviteiten, zeg maar. Hè. Probeer elkaar mee te nemen in je beleefwereld. En heb niet alleen het gesprek over die boerderij als het dan kerstdag is of een verjaardag. Dat zet dan vaak de toon die verkeerd uit kan pakken en waardoor mensen zich niet gehoord en gezien en erkend nogmaals voelen. Dat is het nog meer belangrijk, denk ik, dan die precieze financiële verdeling. Er is ook nog een vraag binnengekomen van Margreet. Is het nodig om de uitkomsten van de familiegesprekken op papier te zetten? Komt zo'n document niet in de la te liggen?
Ja, nee, inderdaad. Aan papier werken hebben we niets met elkaar, hè, als je er niets mee doet. Dus het hangt even van de situatie af. Soms kan het wel handig zijn om bepaalde besprekingen gewoon even vast te leggen. Of bepaalde acties, hè, die afgesproken zijn, die besproken zijn in dat gesprek. Bijvoorbeeld de aanpassing van een maatschapsakte of wat voor actie dan ook. En dat even vastgelegd wordt. Maar ja, het gebeurt in overleg met de betrokken familie. Hè. Dus als de familie zegt, nou, we hebben gewoon een prima gesprek gehad. En voor ons is het goed zo. Uitstekend. Hè. Maar mijn advies is wel, probeer even de hoofdlijnen gewoon even vast te leggen. Als er later toch iets is, hè, dan heb je iets om nog op terug te komen van... ja, zo hebben we er toen over gesproken. Hè, dat kan altijd handig zijn later. Er komt ook bij dat mensen dezelfde boodschap op verschillende manieren kunnen interpreteren. Het maakt nogal wat uit wat je eruit oppikt, wat jij hoort, wat jij onthoudt of waar je het aan koppelt. Dat zie je bijvoorbeeld ook wel met bepaalde jeugdherinneringen. Hè? Dat broers en zussen hetzelfde hebben meegemaakt. Maar daar een heel andere perceptie van hebben. Dat later een heel ander verhaal is in hun hoofd. Ja, dat kan met dit soort thematiek ook zo zijn. En dan is het denk ik wel fijn dat er iets op papier staat. En met dat je jezelf als familie ook verplicht om het op papier te stellen. Focus je ook meer van, hey, wat is nu concreet de afspraak die we maken? En dan wordt het daardoor soms ook helderder. Hè? Dan stimuleer je het doorvragen nog meer naar elkaar toe. Ja, precies. Ja. Er is nog een vraag binnengekomen van Matthias. Zien jullie bij een buitenfamiliaire overname dat de partners zakelijk tegenover elkaar staan in de overname omdat men geen familie is van elkaar? Ja, nou dat speelt natuurlijk wel een rol, zeker. Ja, die familieband die ontbreekt. Hè, dus... ja, dan kun je zeggen, dan blijft de zakelijkheid over. Maar dat is ook weer niet helemaal zo. Want anders dan zou je ook niks voor elkaar kunnen betekenen, denk ik. Als het echt helemaal op zakelijke gronden geregeld zou moeten worden. Hè, dan heb je als opvolger ook weinig kansen om zo'n bedrijf over te nemen. Dus hè, met andere woorden, de gunning om het tegen een lagere prijs... over te nemen, die moet er toch wel zijn. En mijn ervaring is dat die gunning ontstaat toch in de intermenselijke relatie. He, dat de verhouding zodanig is of wordt, he, soms dat heeft ook tijd nodig als men elkaar nog niet kent, he, dat de overdrager zegt van ja, ik vind dat gewoon zo'n prettig persoon. Ik werk er graag mee samen. Ik zie dat hij er hard voor werkt. Dat hij of zij zijn uiterste beste voor wil doen. Dat hij ook een goede boer is. Goed voor het vee zorgt. Nou, ik noem maar even zo links en rechts wat dingen. En heeft ook respect voor mij, voor mijn positie, voor mijn belangen. Want hij luistert ook goed naar wat ik wil. Dat geeft mij een goed gevoel. Dus zo iemand gun ik dat ook. Hè. Dus het zit er toch een beetje tussenin. Een familiaire band kan natuurlijk heel ver gaan. Dat je zegt, ja, het is toch mijn zoon of dochter. En die moet het dan maar overnemen, ook al loopt het stroef. Hè. Dat zie je dan ook. Als het geen familie is, dan gaat dat daar natuurlijk op afhaken. Hè? Maar zolang die relatie heel goed is, blijft die gunning ook zodanig dat proces wel door kan gaan. Ja, dan nog aanvullingen op Lianne? Ja, ik denk als het echt zakelijk bekeken zou worden, dan zou zo'n overdrager wel een andere keus maken. Als je zelf opvolgers in je eigen familie hebt, dan kun je ook, als je het echt zakelijk beziet, beter een bord te koop in de tuin zetten. Want dat levert meer op. Wat er vaak achter zit, dat een overdrager toch een opvolger zoekt,
is dat hij waarde hecht aan die continuïteit van het bedrijf. En aan zijn hele levenswerk of alles wat hij daarmee heeft neergezet. En dat maakt al dat je er een stukje minder zakelijk, puur zakelijk naar kijkt. En ja, natuurlijk zit er verschil wat Hans ook duidt. Ja, wel familie, niet familie. Maar ik denk dat het verschil niet zo groot is als bijvoorbeeld tussen een verkoop en een opvolging. Een opvolger die je dan zoekt, zeg maar, waarmee je dus die hele gunfactor een rol laat spelen. Oké. Okay. En heeft een buitenfamiliaire overdracht grotere consequenties voor de continuïteit van het bedrijf? Is dat jullie ervaring? Hoe wordt deze vraag bedoeld? Ja, deze vraag was volgens mij door Wesley zo bedoeld. Dat bij buitenfamiliaire overdracht zijn er grotere consequenties voor de continuïteit van het bedrijf. Oftewel dat het minder goed gecontinueerd zal worden of misschien op een andere manier. Is dat jullie ervaring in de praktijk? Ja, dan zit je misschien nog weer een generatie verder te denken, zeg maar. Hè? Na die overdracht dat het dan in een andere familie doorgaat. Dat het op die manier gecontinueerd wordt. En dat je er in je eigen familie niet meer echt die lijn in ziet. Tenminste, zo vertaal ik het even. En daarvan kan ik persoonlijk niet zeggen dat ik dat al gezien heb of ervaring mee heb. Ik ben namelijk een generatie verder. Nou ja, ik doe dit werk al een heel aantal jaren, maar nog niet een generatie verder. Ja, nee, okay. Ja, het kan wel verschil uitmaken. Kijk, ik denk dat die vraag ook betrekking heeft op de zakelijkheid van de overname. Hè. Dus hoe zakelijker, met andere woorden, hoe hoger de overnameprijs... Ja, hoe lastiger die overname tot stand komt. Hè. Dus het kan zo zijn dat bij een niet-familiaire overdracht de overdrager toch nog echt het uiterste eruit wil hebben. Dus dat die overname net aan tot stand komt. Maar dat de overnemer vervolgens met zo'n grote schuldenlast om zijn nek verder moet. Dat er ook maar weinig meer geïnvesteerd kan worden in het bedrijf. En dat raakt natuurlijk wel de continuïteit van het bedrijf. Of een ander voorbeeld, dat een overdrager zegt van ja, je mag het overnemen, maar dan moet je het land maar in erfpacht nemen. En gebouwen in eigendom en het land in erfpacht bij een belegger of bij de overdrager zelf. En want dan krijgt de overdrager daar nog weer meer geld uit. Ja, en dan ga je als opvolger, heb je dus een bedrijf waarvan de gebouwenlocatie in eigendom is en het land in erfpacht voor 26 jaar of 30 jaar. En dan is natuurlijk de vraag van ja, wat er na afloop van die termijn, of je in staat bent om dat land in eigendom te kopen of een nieuw erfpacht te contract af te sluiten. Nou ja, dat is dan weer een vraag voor de dan volgende opvolger, denk ik, hè, 26 of 30 jaar verder. Maar ook dat raakt natuurlijk de continuïteit van het bedrijf. Ja, nou, Wesley geeft ook aan lange termijn versus lange termijn denken versus korte termijn denken in rendement. Dus dat was uiteindelijk de strekking van de vraag. Maar er zijn ook nog een paar andere interessante vragen binnengekomen. We gaan ze niet allemaal meer behandelen, denk ik. Want het loopt ook al wel een beetje naar het einde van de bijeenkomst. Peter heeft nog wel een interessante vraag van wat. En dat is, wat is naar mening van Lianne en Hans de factor die het meest bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsovername? En welke is de belangrijkste factor waardoor het niet gaat? Een top 3 mag ook. Ja. Als ik een aftrap mag doen, vertrouwen in elkaar is denk ik de belangrijkste. Vertrouwen in elkaar, in elkaars goede bedoelingen, capaciteiten, vertrouwen om, de communicatie, dat zit daar ook weer dicht tegenaan. Hè? Dus goed overleggen met elkaar, dingen open bespreken als er wat is op tafel leggen. Ja, je moest de meest belangrijkste noemen, Hans. Ja, dus de meest belangrijke zeg ik vertrouwen. Oké. Okay. En Lianne, wat is voor jou de meest belangrijke?
Ja, communicatie hou ik er dan uithalen. Okay. En natuurlijk, als basisvertrouwen, dat ben ik helemaal met Hans eens. Maar en zowel de grootste succesfactor als de grootste faalfactor. Okay, want dan komen we ook meteen op het tweede deel van de vraag. En wat is de belangrijkste factor waardoor het niet gaat? Ja, een gebrek aan communicatie is het dan vaak. Hè? Nou ja, dat grote en kleine stenen verhaal, er geen tijd voor nemen. Hans, wat is volgens jou de belangrijkste factor waardoor het niet gaat? Ja, kijk, ik zie communicatie ook niet direct als oorzaak. Laat ik het zo zeggen. Als de communicatie gaat ontbreken, dan ligt daar weer een oorzaak achter. Hè, van hoe komt het dat mensen op een gegeven moment niet meer met elkaar in gesprek kunnen komen. Kun je zeggen, nou, dus de communicatie, ja, dat is één. Maar dat is een beetje de buitenkant, hè, wat je ziet dat al ontbreekt. Hè, maar er zit iets achter. Ja, en dat kan toch te maken hebben met respect bijvoorbeeld voor elkaar. Hè? Dus te veel gefocust op het eigen belang. Hè? Een beetje op een eilandje zitten. Alleen maar naar eigen belang kijken en niet naar dat van een ander. Je niet goed kunnen inleven dat een ander de dingen anders ziet of anders beleeft. Daar ook eigenlijk niet in geïnteresseerd in zijn. Hè? Dus dat soort dingen. Die monden dan uit in je terugtrekken in je eigen koninkrijkje en de communicatie die dus steeds minder wordt. Beseffen dat je elkaar ook erg nodig hebt, dat je elkaars belangen ook moet respecteren en dat je alleen samen tot goede oplossingen kunt komen. Anno die vraagt nog, wat moet je doen als een van de twee partijen niet over overname wil communiceren met de andere partij, Lianne? Ja, dan hebben we een uitdaging, ja. Nou, het is wel volwaarde dat alle partijen het moeten willen. Dat is ook wel een vraag die ik stel als mensen me bellen, van, hoe kun je wat voor ons betekenen? Ik zou het zelf graag willen. Ja, hè, willen de anderen het ook? Dat is bij wijze van de eerste opdracht waarmee ik mensen, als het niet zo is, weer op pad stuur. Maar goed, dat kan echt wel heel lastig zijn. Ja, en wat ik dan wel eens doe, is diegene uitnodigen om eerst eens een één-op-één gesprek met mij aan te gaan. Hè. Ik kan er echt als onafhankelijke derde doen. Ik heb er niks geen belang bij. Ik kan echt ook alleen het luisterend oor bieden om te achterhalen wat daarachter zit. Ja, wat Hans net ook duidde. Er kan zoveel oorzaken liggen waarom iemand het niet wil. En belangrijk om dat te achterhalen. Dus ja, dat is iets wat je zou kunnen aanbieden. Maar dan nog, ja, echt de kont tegen de krip, zeg maar, om het even heel negatief te duiden. Ja, daar kun je niet zo heel veel mee. En dat is wel jammer. Maar vaak is er wel een opening. Daar verbaas ik me over. Dat ik dan denk, oh, als je inderdaad luisterend oor biedt en mensen gewoon uitnodigt en misschien nog eens een keer, dan komt er wel wat. Nou, laten we dan ook met een hele positieve vraag eigenlijk afsluiten, dit vragenrondje in ieder geval. Angelie die geeft aan, bestaat er ook nog zoiets als te goed met elkaar kunnen communiceren? Overdracht van vader op zoon en elkaar precies begrijpen over het bedrijf en toekomstbeeld samen in zicht. Bestaat dat? Nou. Ja, hoe zie jij hem wat? Nee, te goed. Ja, wat heet te goed? Ja, je kunt zeggen overal wat. Te voorstaat is niet goed, hè? Behalve te huis en tevreden. Maar goed, te goed zou... Ik kom het eigenlijk niet tegen. Je zou het kunnen plaatsen in de context van... Nou, die zijn zo close met elkaar dat andere kinderen uitsluit. Hè? Als dat het effect is, hè, van je bent zo close, er komen anderen niet tussen. Hè? Dus alles draait om de opvolger of om het bedrijf. En wat de andere kinderen doen, dat telt eigenlijk niet mee. He, zoiets bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Dan zit daar echt wel een nadelig effect aan. Ja. Nou, we lopen Ik vertaal deze ook wel als aan een half woord genoeg hebben.
Ja. Dat is ook een vorm van te goed communiceren. Weinig woorden nodig hebben elkaar zo goed aanvoelen en begrijpen. Een gevalletje appel valt echt niet ver van de boom. Ja, en daar kan ook een risico achter liggen. Dat je daardoor juist niet dolvraagt. Juist denkt van, oh, dit snap ik wel, dat voel ik ook zo aan. Of, ja, dan ligt Nivea wel wat op de loer. Dus ja, blijf altijd wel alert en denk niet te snel, oh, ik snap hem wel. Blijf nieuwsgierig. Gewoon open en nieuwsgierig. Daar kom je wel een heel eind mee. Nou, hartstikke goed. Ik denk dat het goed is dat we richting de afronding gaan. Ik ga nog even mijn scherm delen. Nogmaals, we hebben het in het begin ook even genoemd. De vragen die niet beantwoord zijn, die worden later alsnog beantwoord. Ik vermoed dat die in een document nog gepubliceerd worden. Naline knikt, dus dan klopt het. We hebben nog een vraag aan jullie. En die vraag is of er nog een behoefte is om onder begeleiding en in kleinere groepjes met collega boeren of boerinnen in dezelfde fase, hè, dus die ook voor de overname zitten of die in vergelijkbare situaties zitten, om met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding. En de vraag is dan ook, over welke onderwerpen heb je dan behoefte om verder te spreken? Nou, deze vraag die is gericht aan jullie. Komt misschien ook een beetje uit de lucht hangen. Je mag er ook even over nadenken. En dit later nog eens insturen. Je mag het er ook even over hebben thuis. Met de familie. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dat je het met elkaar aangaat. Maar je kunt dus ook nu in de poll aangeven. Dus de eerste vraag is, heb je behoefte om onder begeleiding in kleinere groepjes verder te praten over deze onderwerpen. En dan kunnen we dat ook nog opdelen in de sub-onderwerpen. Nou, die poll die kunnen jullie nu al invullen, maar later natuurlijk ook nog via de mail indienen. Als je er nog even over na wilt denken. Ik zie een aantal mensen op het scherm zelf klikken. Dus die zitten vast via de iPad of de iPhone mee te kijken. Wat zeg je ervan, Naline? Sluiten we hem af? De poll in ieder geval. Oké, okay, nou, daar er zijn behoorlijk wat antwoorden binnengekomen. Nou, en, het is 50-50. Een deel zegt van, nou, ik wil hier nog wel eens over doorpraten. Een deel zegt, nou, het hoeft voor mij niet. En nou ja, goed, de onderwerpen staan ook uitgelicht. Nou, en we gaan dit even verder analyseren, ook aan de hand van jullie reacties na afloop van dit eerste webinar. En dan komen we daar nog bij jullie op terug. Kijken. Nou, dan wil ik nog even bij jullie onder de aandacht brengen de volgende webinars. We hebben het net ook al een paar keer aangestipt. Er waren een paar vragen die zaten ook wel een beetje op het vlak van de financiële en de juridisch-fiscale kant van de bedrijfsovername. We hebben dat webinar op de 24 februari ook weer om 8:00. En op 24 maart hebben we om 8:00 s'avonds bedrijfsovername anno nu. Dus dat zijn de twee die alvast in de agenda kunnen. Ik wil onze twee sprekers van vanavond, Lianne en Hans, heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Volgens mij was het heel helder en duidelijk. Er was een leuke interactie ook met de deelnemers. De vragen werden goed beantwoord. En wat we nog niet van jullie hebben kunnen horen, nou, dat gaat nog een vervolg krijgen. Hartelijk dank hiervoor. Ook aan de deelnemers natuurlijk. Jullie allemaal hartstikke bedankt voor het meekijken, meeluisteren. Mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor dit onderwerp. We merken ook echt dat steeds groeiender is. Het is al wat later op de avond. Maar allemaal hartelijk dank. En ja, tot 24 februari in ieder geval.